Die tekst wat ons vanochtend lees is Johannes hoofdstuk 15. Ons lees die gedeelte vers 1 tot 8 van hierdie hoofdstuk. Voordat ons het lees, kom ons word stil en dan bid ons eerst saam. Heere, dankie dat ons vanochtend kan sê en kan bely dat ons dikwijls in een eredienst kom sit en nou, u kom luister. Kom luister wat uw woord voor ons sê in die wereld waarin ons leef en in die omstandigheden waarin ons is. En dat ons dikwijls niet die dieptepunt van die eredienst vastgrijpt nie. Dat ons vanochtend kan bely en sê, Heere, ons leef in een wereld met soveel seer, soveel stukkendheid, soveel vrae. En in ons eie levens ook dikwijls soveel pijn, soveel onzekerheid, soveel vrae. En dan kom sit ons hier en ons luister naar u en die dieptepunt van uw woord gaan dikwijls bij ons voorbij. Daarom, Heere, wil ons vanochtend, als ons stil wordt rondom uw woord en als ons luister naar wat u sê, wil ons rechtig bid en vraag dat u met uw woord en uw geest zal deurbreek door die gevoelens en die emoties waarmee ons vanochtend hier zit. En Heere, dat u ons zal helpen om u te horen. Om achter te komen dat die woord van God niet net die Bijbel of die skrif op papier niet, maar die levende woord van God. U, Heere Jezus Christus, ons Heere, wat opgestaan het uit die dood, dat u hier is, dat u met ons praat, en dat u ons wil helpen tot een leven van geloof, van vertrouwen, een leven van verwachting in u, een leven die toekomst in met die zekerheid dat u bij ons is en dat u ons wil helpen, dat u ons wil zien, zodat ons ook tot de zien voor elkaar en tot de zien voor ons gemeenschap in die wereld kan worden. Amen. Ik is die ware wingerdstok en mijn vader is die boer. Elke loot aan mij wat niet vruchten draait, nie snij jij af. Maar elkeen wat vruchten draagt, snoei jij recht, zodat het nog meer vruchten kan dragen. Jullie is al reeds recht gesnoei door die woorden wat ik voor jullie gezegd heb. Jullie moet in mij blij en ik in jullie. Een loot kan niet uit zijn eigen vruchten dragen als hij niet aan die wingerdstok blij niet. En zo ook jullie niet als jullie niet in mij blij niet. Ik is die wingerdstok, jullie die loote. Wie in mij blij en ik in hom draag baie vruchten. Want zonder mij kan jullie niks doen nie. As iemand niet in mij blij nie, word hy weggegooi soos een loot en hy verdroog. Die mense maak sulke loote bij elkaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As jullie in mij blij en my woorde in jullie, vraag dan net wat jullie wil hee, en jullie sal het kry. My vader wordt juist daardoor verheerlik, dat jullie baie vruchte dra en my disciples is. Vrienden, die emotie wat die tekst bij mij losgemaakt het, toe ek die tekst begin lees het, begin van die week, was een emotie van vreugde en van blijdschap. Die wonderlijke ding wat Jezus hier sê voor zijn disciples, hy is die wingerdstok, hulle is die loote, hy voorzien, hy neem verantwoordelijkheid. Hij staan pa voor hulle, hy sal voor hulle pa staan in die toekomst, hulle sal kan leef
vanuit sy liefde en voorsiening. En wat die emotie van blijdschap bij ons brengt, is dat Jezus praat met zijn disciples hier, dus een van zijn afscheidsgesprekken met zijn disciples. Maar wat hij hier zegt, is niet net voor die disciples, nie, dit is ook voor die kerk van die toekomst. Dus voor gemeentes. Andere woorden, dus ook voor ons. Die belofte dat die Heer bij ons is, dat hij bij ons blij, dat hij voor ons zal voorzien, dat hij voor ons paas dan, dat ons zal kan leven. Vanuit zijn liefde, genade en vanuit zijn voorzienigheid. Dit is voor mij een wonderlijke, troostvolle tekst. Vers 2, en dan nou ook hier verder af in die gedeelte wat ons nou gelezen het, is vers 2 so half een skoot koue water in die gezicht. Want vers 2 sê, dit is hier alles net goeie nuus nie. Lote wordt ook afgesny, bij elkaar gemaakt en verbrand. In hierdie gesprek, een van zijn laatste gesprekken met zijn disciples, en in vorige gesprekken met zijn disciples en met mensen wat naar hem geluisterd heeft, het Jezus die zogenaamde ik is uitspraken gebruik. En Johannes heeft nou nogal moeite gedaan in zijn evangelie om specifiek naar hierdie ik is uitspraken te verwijzen. Jezus heeft bijvoorbeeld gezegd door zijn leven en door zijn werk, onder andere, ik is die brood van die leven, ik is die brood wat leven geeft, ik is die licht voor die wereld, ik is die deur voor die schapen, ik is die goede herder, ik is die opstanding en die leven, ik is die weg, die waarheid en die leven, en dan die laatste gedeelte in 15 vers 1, ik is die ware wingerdstok. Nou met hierdie ek is uitsprake verwijs Jezus naar homself, hy identificeer homself, dat hy rechtig God is en rechtig mens is. Dat hy rechtig die woord van God is wat mens geword het en naar ons toe gekom het en bij ons kom woon het. En dan die wonderlijke, die verblijdende van hierdie tekst. En door geloof in hom is gelowiges ook lote in hierdie wynstok. Lote wat uit die wijnstok groei, wat door die wijnstok gevoed wordt, versterkt wordt en vanuit die wijnstok kan leven. Door geloof is ons lede van Jezus Christus. Nou, als Jezus dan nou in Johannes 15 afscheid neemt van zijn disciples, een van zijn afscheidsgesprekken met zijn disciples, dan kijkt hij in die gesprek niet naar zijn kruisiging en zijn dood wat nou voorleen nie. Hy kyk verder, hy kyk die toekomst in en neem als het ware zijn disciples ook op een tocht om te kan zien, een bykie verder te kan kijken oor die trauma van kruisiging en dood wat nou voorleen. Jezus wil hulle help om raak te zien dat in die toekomst, na zijn opstanding uit die dood, wat hulle nou nog nie weet en wat hulle nou nog nie erg lekker verstaan nie, maar na zijn opstanding uit die dood, zal hij steeds die Heere wees wat bij hulle is, wat, steeds die Heere wat voor hulle voorzien, steeds die Heere wat recht gaan snoei, zodat hulle vruchten kan dra en nog meer vruchten ook kan dra. Die wonderlijke, die vertroostende van die tekst, is dat Jezus bij zijn disciples, bij zijn kerk, bij gemeentes betrokken zal blij. Dat hij niet zal ophouden met die snoeiwerk niet, dat hij zal blij voorzien, dat hij zal zien en dat hij ons zal intrekken bij zijn groter werk. Die belangrijke punt in die tekst is dan nou die oproep om in Jezus te blij. Nou, wat betekent dit om in Jezus te blij? Mensen, eerste aanvoeling is, dit kan toch niet te moeilijk wees, dit is toch automatisch. Ik bedoel, wingerdlote het nie een keuse nie, hulle groei vanuit die wingerdstok. Dit is toch een automatische proces. Wingerdstokke, wingerdlote trek die sap en voedingsstoffen uit die wingerd, uit die wingerdstok en groei. Hulle het eigenlijk nie een keuse nie. Die punt is net, lieve vrienden, dat Jezus gebruik die symboliek van een wingerdstok. Maar ons moet ook onthou, ons moet ook raak sien, hy is nie een wingerdstok nie. Hy is die Heere.
En ons is niet lote nie, ons is mense. En daarom, omdat ons mense is, omdat die woord van die Here ons raak, na ons toe kom en ons raak, daarom het ons ook keuses om daarop te reageer of niet te reageer nie. Maar ons weet, lieve vrienden, ek sê dit met groot vrymoedigheid, ons weet, als gemeente en als kerk van die Here in die wereld, weet ons wat die trefkracht van die woord van die Here is. Ons weet wat is die wonderlijke van die levendmakende woord van die Here. Ons weet hoe dit is om door die Here opgeneem, opgebouw, vorentoe geneem te word, want sy woord val nie op dowe ore nie, sy woord gaan nie maar net by ons voorbij nie, die woord van die Here raak ons baie, baie diep. Ek kon nie vanoggend help om te hoor oor die vroegoggend sondagprogram, so 'n stukkie van die gesprek met die dominee van Kolini. Hy maak die opmerking en hy sê, ons stikkende gemeenskap, en dan praat hy oor die reconciliatie, die heropbouw proces en program wat in Kolini aan die gang is. Hy maak hier die opmerking, hy sê, ons kom in ons vergaderings, kom ons nie meer op ander plekke as in kerke by mekaar nie. Ons kom in die kerk by mekaar, want daar is ons los van een politische soort van omgeving. Ons kom in een kerk bij mekaar, want daar is het makkelijker om voor mekaar respect te hê. Ons kom in een kerk bij mekaar, want daar weet ons, dis nou nie sy woorde nie, dis my woorde, ons kom in een kerk bij mekaar, want daar weet ons dat ons voor die aangezicht van die Here bij mekaar is en met mekaar praat. Hy maak hier die laatste opmerking, hy sê, ons weet waarschijnlijk niet in hierdie land, hoe nodig ons nog die kerk in die toekomst gaan kry nie. Vrienden, ek kan nie anders as om volmondig met ons saam te stem nie. Want in hierdie stikkende land van ons, en in hierdie stikkende wereld van ons, is daar geen ander moontlikheid vir versoening, vir heropbou, vir bou, as dat ons saam met mekaar by die Here sal stil word, saam met mekaar na die Here sal luister, en saam met mekaar die pad sal loop, waarop hy ons roep en waarop hy ons stuur. Een snoei proces om op te bouwen, om nie te maak, om heel te maak, zodat die koninkrijk van God kan komen. Daarom, om in Jezus te blijven, betekent voor mij iets van niet vast te val in die omstandigheden, die angsten, die vrezen, die bekommernissen wat oor ons pad en in ons levens kom nie. Dit beteken vir my iets van nie wegskram van die verantwoordelikhede wat op ons pad kom nie. Dit beteken vir my iets daarvan om op 'n ander manier na die uitdagings te kyk waarvoor ons te staan kom. Dit beteken vir my iets daarvan om te verstaan dat het in hierdie wereld nie om my koninkrykie gaan nie, maar dat het gaan oor die komst van die koninkryk van God. En dat ek daarom versigtig sal wees en mooi sal dink voordat ek goed doen en goed sê wat nie in ooreenstemming is met die komst van die koninkryk van God nie. Dat ek versigtig sal wees oor hoe ek oor my lewe dink en my lewe beplan en versigtig sal wees oor die keuses wat ek maak, en mooi sal dink oor die implikaties van die keuses wat ek maak, en vir myself sal vra, of daar tenminste in my wese sal leef, is dit tot eer van die koninkryk van God. Ons weet ons nou allemaal, lieve vriende, hoe dat ons in moeilike omstandighede en in krisis, hoe dat ons gryp en wil sorg vir onsself, en dat ons soort van ons eie belange vooropstel, en dat ons in een senuweet toestand ingaan, as goed lyk, asof dit nie regtig vir ons lekker wil uitwerk nie, en dan maak ons keuses en ons doen goeders wat op die ou einde kom ons achter, verskrikkelijk verkeerd was, en verskrikkelike nagevolge het vir ons,
en vir die mense rondom ons. Maar iets van een stilte, iets van een kalmte, iets van een, die Heere is hier teenwoordig, hy weet, hy het ons lief, hy sal ons op die pad, al sien ons nie die einde nie, al weet ons nie wat ek kan doen nie, maar die Heere sal ons op die pad neem, ons kan hom op sy woord neem, en ons kan hom daarvoor vertrouw. Want, sê die tekst vir ons, hierdie verhouding met Jesus, om lote in die wingerdstok te wees en in hom te bly, om met ander woorde vanuit Jesus' liefde en genade te leef, beteken op die ou einde om vrugte te kan dra. Die koninkryk van God kom as ons vrugte dra. As ons dit wat ons glo, dit wat ons weet, dit wat van ons word in die snoeiproces, as ons dit op die ou einde ook lewe. Ons is nie lote nie, ons is mense. Nou was het vir my baie interessant om in die Ou Testament te gaan kyk, Jesaja hoofstuk 5, dat die profeet Jesaja al oor een wingerd dink en skryf en praat as hy dink oor die verhouding van Israel en Juda se verhouding met God. En ek wil graag, vriende, ek wil het graag voorlees, want ek dink dit is nogal aangrypend om te sien hoe dat in die Ou Testament al hierdie verhouding tussen God en sy volk, tussen God en sy mense beskryf word. Die profeet skryf en hy sê, ek wil sing oor hom wat ek lief het. Hy wil sing oor die Here vir wie hy lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap. Wagtoring gebou sodat die wingerd beskerm kon word teen invallers en rooftogte en so aan, en 'n parskuip sommer daar binne in die wingerd uitgekap, sodat die oes sommer daar kan ingaan en die wyn daar gemaak kan word. Dis 'n vir Ou Testamentiese opset, is dit 'n fantastiese opset hierdie. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis toch tussen my en my wingerd. Dis asof die Here nou hier aan die woord kom en nou vra, kom ons gaan nou 'n bietjie in 'n gesprek met mekaar en kom ons praat nou net 'n bietjie oor hierdie ding. Wat kan ek nog vir my wingerd doen wat ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat daar suurdruiwe voortgebring word, terwyl ek verwag het dat het goeie druiwe sou dra? Ek maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek sodat die wingerd vertrap kan word. Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën. Die wingerd van die Here, die Almagtige, die wingerd wat hy geplant het en waarin hy hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag, ons praat oor vrug, die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg. Dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgeroep van veronregtes. Liewe gemeente, die vrug wat ons moet dra, volgens Jesaja hoofstuk 5, is reg en geregtigheid, sodat die hulpgeroep van veronregtes nie op dowe ore sal val nie. Maar terug by Johannes 15, as Jesus nou verder praat oor die vrug wat die lote sal dra, dan sê hy dit so by Johannes 15 vers 9 en verder: soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly.
As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Om vrug te dra beteken om die liefde van die Here te leef. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Nou vriende, oor hierdie liefde kan een mens dink en jy kan wonder nou, wat beteken dit nou eintlik? Beteken dit dat ons nou maar net meer sal moeite doen met goeie verhoudinge onder mekaar, dat ons mekaar meer in ag sal neem, dat ons mekaar meer sal respekteer? Natuurlik ja, dit is alles is daarin. Maar die belangrike ding is, wat ons hier moet raak sien, is dat Jesus sy disippels en sy kerk en gemeentes en lidmate oproep en vra, leef die liefde wat ek vir julle het. En die liefde wat Jesus vir ons het, is 'n liefde ten spyte van die begin af. Ons het dit nou al by Jesaja 5 gesien, gelees en gehoor. Jesus' liefde vir hierdie wêreld, Jesus' liefde vir sy kerk, Jesus' liefde vir mense, vir ons, is 'n liefde ten spyte van. Ten spyte van wat aan hom gedoen is, toe hy na ons, toe na die wêreld toe gekom het. Ten spyte van wat hy deurgemaak het. Ten spyte van wat hy nou nog deurmaak, as gevolg van ons ongehoorsaamheid, ons keuses wat ons maak, ons opstand teen hom, ons bevraagtekening ensovoorts. Ten spyte van dit alles, bly Jesus lief vir ons. Is dit waar? Natuurlik is dit waar. As een mens nou gaan kyk na wat met Jesus gebeur het, sy kruisiging en sy dood, die vooraf proses daarvan, en as hy die dood opstaan, dan kom hy terug na sy disippels toe, en hy kom, dit is alles wat hy is, alles word, wat hy sê, wat hy doen word, alles word saamgevat in die een woord, die ongelooflike liefde, wat hy vir sy disippels, vir sy mense, vir sy kerk, en vir gemeentes het. Daarom, liewe vriende, om in Jesus te bly, beteken om die geloof in hom te behou, om te weet, hy is hier, om ons te help, om ons by te staan en ons te seën. Om in Jesus te bly beteken om hom te vertrou vir ons pad deur die lewe vorentoe. Nou terug na vers 2, die skoot koue water in die gesig. Mens voel half aan die een kant as jy hierdie tekst lees, maar dit wat Jesus hier sê oor lote wat afgesny word en wat verdroog en by mekaar gemaak word en verbrand, mens voel so half, maar dit pas nie binne hierdie wonderlike, vreugdevolle, verblydende tekst nie. Mens wil half vra, maar dis mos half onregverdig, jy wil half sê, maar dit gaan ons nou teen die grein van die evangelie in, dis mos nou die teenoorgestelde van Jesus sy liefde en genade. Liewe vriende, nee, dit is nie. Want ons is nie lote nie, ons is mense. Ons het 'n keuse. Daar word van ons verwag dat ons op die woord van die Here sal reageer. Daar word van ons verwag dat ons sal leer leef vanuit Jesus se liefde. Daarom kan 'n mens vra, is dit moontlik? Is dit enigszins moontlik dat lote nie vrugte kan dra nie? Hoe is dit moontlik dat lote nie vrugte kan dra nie? As ek het andersom kan probeer sê, hoe is dit moontlik dat nadat Jesus homself ten volle gegee het vir hierdie wêreld, vir mense, vir sy disippels, vir sy kerk, vir gemeentes,
vir ons, vir lidmate, nadat hy homself ten volle gegee het, nadat hy beloof het, en bly by sy belofte dat hy by ons is, dat hy ons wil help, dat hy ons wil seën. Hoe is dit moontlik, dat ons dan nog kan omdraai en wegstap en sê, dis nie vir my nie. Of nog meer subtiel, dat ons kan omdraai en wegstap en sê, wel, ek sal kies wat ek wil. Ek sal doen wat ek wil, soos wat my wil, my verstaan, my politiek, my ekonomiese verstaan, ek sal doen hoe dit inpas binne my strukture wat ek vir myself gestel het. Hoe stap jy weg van 'n genadige en 'n liefdevolle God, wat homself in Jesus Christus ten volle aan ons kom gee het?